In deze video zet ik iemand in de bolletjes. Een bolletjes maken is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het omvat twee stappen: ik moet een mozaïek maken van de foto, en ik moet bolletjes maken. Nou, en daarna moet ik dat aan elkaar koppelen. Op zich helemaal niet veel werk. En ik ga het je gewoon stap voor stap uitleggen. Om te beginnen moet ik eigenlijk eerst bepalen wat mijn vervaging gaat worden. En dat doe ik door te kijken bij Filter, Pixel en dan Mozaïek. En dan krijg je dit al voor je. En dit is eigenlijk veel te grof. Ik ga gewoon eens klikken wat ik interessant vind. Kies niet te laag, want dat wordt gewoon te fijn. En ik pak de waarde 35 dadelijk. In principe hoef ik dat hier nou nog niet in te voeren. Ik kan het doen, maar het voegt even weinig toe. Want er is eerst een andere stap die ik moet doen. Dus ik klik hier even op annuleren. Deze foto heeft namelijk een bepaalde afmeting. En in dit geval weet ik die afmeting. Die is 2000 bij 3000. En als ik dadelijk mijn mozaïek van 35 pixels wil maken, dan snap je dat dat niet op elkaar deelbaar is. Deel je 2000 door 35, dan heb je 57,14 stukjes mozaïek. Nou, en die 14, dat kan niet. Mijn foto moet zowel over de breedte als over de hoogte, dus door 35 deelbaar zijn. En in dit geval moet daar dus een heel klein stukje van af. En dat doe ik met canvasgrootte. Dat vind je hierboven bij afbeelding of met de sneltoets Ctrl Alt en C. En in principe, je hebt bovenin je huidige formaat staan 2000 bij 3000. En daaronder heb je de nieuwe grootte staan. En ik kies voor de waarde pixels. En ik heb alvast even uitgerekend: ik moet naar 1995 pixels breedte. En ik moet naar 2975 pixels en hoogte. En dat is dus kleiner dan wat ik had. Dat betekent dat ik een klein stukje ga verliezen. Nou goed, dat is in, in dit geval heel vervelend, maar het zijn nou eenmaal zo. En ik heb de plaatsing onder in het filter staan. En daarmee kan ik bepalen van waar er verloren wordt. Ik ga dus gewoon dadelijk in de hoogte 25 pixels verliezen. En in de breedte 5 pixels. En als ik nou bijvoorbeeld dit kies. Dan blijft in principe mijn linkerbovenhoek intact. Dus er gaan dadelijk 5 pixels aan de rechterkant af. En er gaan 25 pixels aan de onderkant af. En ik klik op OK. Nou, je krijgt nog een waarschuwing dat het kleiner is dan wat je hebt. Maar dat accepteer ik. Dus ik druk op doorgaan. En je ziet wat er gebeurt. Ik vlies een heel klein randje. Dit is bijvoorbeeld met het randje erbij. En dit is zonder dat randje. Maar het is nu dus wel deelbaar door 35. Een klein stukje wiskunde. Uh, ja, sorry, het zijn nou eenmaal zo. Maar het is wel belangrijk. Want je kunt gewoon geen half stukje mozaïek ernaast leggen. Dan kom je in de wacht met je bolletjes. Nu kunnen we dus het mozaïek gaan maken. En ik ga eerst mijn laag omzetten in een slim object. Dat betekent dat ik gewoon de originele foto zoals die nu is nog uh, houd. En dat het effect van pixels, dat dat eigenlijk gewoon niet definitief wordt. En dat doe je door rechts op de laag te klikken en te klikken op omzetten in slim object. Je ziet dat mijn naam verandert en het slotje is ook weg. Ik ga vervolgens naar filter, pixel en mozaïek. En ik vul daar 35 in wat we net hadden besloten. En ik druk op oké. OK. En je ziet bij mijn laag er komt een filter bij. Slim filter in dit geval, en ik kan het effect aan- en uitzetten. Nou moeten we bolletjes gaan maken. En aangezien ik wat zwarte vlekken in de foto heb, uh, ga ik gewoon even met een andere kleur aan de slag. Dat is makkelijker, laat ik gewoon geel kiezen. Dat komt eigenlijk niet voor. En ik zoom gewoon in naar een van de stukjes mozaïek. En dat bolletje, dat ga ik maken met een vorm. En dat vind je hieronder. En ik kies voor ovaal. Nu kan ik hem uh, gewoon trekken, zeg maar. Maar dat is op zich niet helemaal de bedoeling. Het kan veel makkelijker, veel preciezer en veel sneller. Want je kunt ook gewoon klikken en dan krijg je dit venstertje voor je. Nou, mijn vakje is 35 bij 35. De bolletjes moeten iets kleiner worden. Stel dat ik bijvoorbeeld een pixel aan alle kanten af wil halen. Dan kom je op 33 bij 33. En kies ik ervoor om twee pixels eraf te halen. Dan kom ik op 31 bij 31. En ik klik oké. OK. En daar is mijn bolletje. En dat is meteen 31 bij 31 pixels breed. En met het verplaatsgereedschap kan ik het op zijn plaats gaan zetten. Gewoon netjes in de hoeken. En aangezien dit dus rondom twee pixels over moet houden, verplaats ik hem nog een keer met de pijltjes toetsen: twee pixels naar rechts en twee pixels naar beneden. Ik heb nu één bolletje en deze hele foto moet volkomen met bolletjes. Nou, dat kan natuurlijk nogal wat werk zijn als je iedere keer een vormpje moet tekenen. Dus dat ga ik niet doen, we gaan iets anders verzinnen. We gaan namelijk even snel een handeling maken. En dat vind je hier bij het pijltjestoets. En zie je dat niet, dan heb je bovenin nog het venster Handelingen of de sneltoets Alt F9. En ik ga een nieuwe handeling maken die eigenlijk dit bolletje kopieert en verplaatst. Heel simpel, ik klik gewoon hieronder op het icoontje Nieuw. Ik maak er de naam bolletje van, ik druk op opnemen. Ik zoom nog een klein beetje in en ik ga gewoon beginnen. Om te beginnen dupliceer ik mijn laag met Ctrl J en met het verplaatsgereedschap ga ik hem gewoon verplaatsen totdat hij aan de rand staat en ik geef met de pijltjes toetsen twee pijltjes extra. En dat is mijn action en ik druk op stop. Wil je meer weten over handelingen, dan heb ik daar al eerder een filmpje over gemaakt. Dat kun je bovenin gewoon even aanklikken en ook bekijken en daar ga ik er veel dieper op in. En vervolgens als ik nu de handeling afspeel. Dus je selecteert gewoon de naam bolletje en je klikt hieronder op play. Dan zie je wat er gebeurt. Mijn bolletje wordt gewoon nog een keer gedupliceerd. En... en op die manier kan ik gewoon alle bolletjes van links naar rechts neerzetten. En het is gewoon een paar keer klikken. Maar uiteindelijk komt het wel goed. Je ziet wel, voor ieder bolletje komt er rechts een nieuwe laag bij. Nou, niet getreurd. En de laatste. Ik kan als ik de bovenste laag selecteer en naar beneden scroll en ik selecteer de onderste laag ovaal. Dan heb ik ze allemaal geselecteerd. Druk ik nu op ctrl-e en is alles gewoon mooi tot één laag samengevat. En in principe moet ik dat natuurlijk ook gewoon van boven naar beneden doen. Heel simpel. Ik zoom in. Ik pak mijn laag met bolletjes en die slinger ik gewoon naar boven. Ik zorg natuurlijk dat hij gewoon netjes uitgelijnd staat. En bij mijn handeling gooi ik deze twee dingen nu heel eventjes weg. En ik druk opnieuw op opnemen. En ik kan gewoon dezelfde stappen nog een keer herhalen. Met het verplaatsgereedschap weer naar beneden. Met de pijltjes toetsen weer prima op de lijn zetten. En ik stop mijn handeling en ik kan hem in principe gewoon herhalen. Als je nou denkt van ja, dit wordt uh, wel een beetje veel werk. Dan kun je er ook een paar doen: de lagen samenvoegen. De stappen in de handeling even weggooien en hem even opnieuw maken en dan kopieer je opeens zes rijen. Je zult zien dat ik met zes rijen sneller klaar ben. Dat er een rij bolletjes buiten valt, dat is op zich helemaal geen ramp. Ook deze lagen voeg ik even samen en mijn Actions paneel kan gewoon weer dicht. Oké, okay, nu heb ik de bolletjes, maar de foto zit erachter. En de foto moet zichtbaar worden waar de bolletjes zitten. Heel simpel, ik pak gewoon mijn laag op en ik kopieer hem boven de bolletjes. Nu zijn de bolletjes in principe niet zichtbaar, maar ik ga deze twee lagen aan elkaar koppelen. En dat doe ik door de alt ingedrukt te houden en tussen de lagen te gaan staan. En vervolgens klik ik er gewoon op. Je ziet dat je een vierkantje krijgt met een pijltje en dat betekent dat je de bovenliggende laag, het gezicht in dit geval, gaat koppelen aan de bolletjes. En je klikt gewoon, en dit is dan het resultaat. In principe zit hier natuurlijk nog gewoon geen achtergrond achter. Tussen de bolletjes is het nou leeg. En ook dat is heel simpel. Je maakt gewoon een nieuwe aanpassingslaag, volle kleur. En ik selecteer in dit geval zwart. En als ik die nou helemaal naar beneden klik, dan heb ik gewoon keurig de achtergrond in het zwart opgevuld. En vervolgens heb ik dus heel simpel een mozaïek met bolletjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei-doei.